Sevgili seyirciler, Charlotte Bölge Belediyesi'nde yer alan Brilselan sakinleri düzenledikleri bir şenlikle sokaklarını güzelleştirdiler. Feyza Albayrak'ın haberi. Yıldız Öztürk woont al 34 jaar in de Brilselaan en kent bijna alle buren in de straat. Ze wil dat haar straat er mooier uitziet en dus besloot ze met een buurvrouw een straatfeest te organiseren. Vroeger hebben ze echt schone straat. Deze jaren hebben we niet zo schoon, daarom hebben wij Willem deze opzomeren doen. Het initiatief Opzomeren heeft als doel dat bewoners zelf acties bedenken om hun straat leefbaarder, mooier en schoner te maken. Voorbeelden van opzomeracties zijn straatfeesten, barbecues, kinderspeeldagen en schoonmaakacties. Sinds 1994 steunt de gemeente Rotterdam bewoners met een financiële bijdrage om hun eigen opzomeractie te verwezenlijken. Het initiatief moet van de bewoners zelf komen. Ze kunnen zich inschrijven voor opzomeren en dat kan met elk leuk idee. Het kan zoiets zijn met kinderen, zoals hier vandaag op de Brilselaan. Maar het kan ook betrekking hebben op planten, dat hebben ze eerder gedaan vandaag hier. Maar je kunt ook gewoon een straatbarbecue houden. Deze groep doet dat voor het eerst. En ze doen dat wat mij betreft heel erg goed. Bij elkaar komen met de buren, terwijl de kinderen lekker spelen en tot slot samen barbecuen om een energieke dag af te sluiten. En wat zijn de voorwaarden? Er zijn niet zoveel voorwaarden. Het moet bijdragen aan het sociale klimaat in de straat. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat buren elkaar leren kennen en daardoor de kans groter is dat ze goed met elkaar omgaan. En dat het gezellig blijft in de straat. De actie van mevrouw Öztürk moet ervoor zorgen dat meer buren elkaar kennen en elkaar gedag zeggen in de straat. Kinderen horen hier ook bij. Kijk, ze hebben gisteren, vandaag hebben alles de planten hebben gezet, de kinderen. Hebben allemaal de eigen huis, hebben water hebben gebracht, even water hebben gezet. Allemaal deze kinderen, buren, door elkaar even bijgekomen, even koffie drinken, eten, gezelligheid, schoonmaken de straat. Door met de kinderen in de straat bloemen te planten, wil ze de kinderen bewust maken dat ook zij de straat schoon en mooi moeten houden. Ja, sta je alleen zetten, ja, voor je. Alleen even gewoon zo zetten. Ja, het gebeurt eigenlijk sinds 1994 elk jaar door steeds meer straten. In de brochure staat er bijvoorbeeld 200 tot 500 euro. Gebeurt het wel eens dat er 500 euro wordt weggegeven bijvoorbeeld? Nou, weggegeven wordt dat niet, maar dat wordt toegekend. En het is overigens 200, het minimum is 175. En dat kan ook lager. Mensen die een kleine actie met plantjes doen, die krijgen bijvoorbeeld 50 euro. En die doen later weer iets groters. Als ze die papier kijken, die is 500 euro. Ze hebben gevraagd 300 euro krijgen. Dat kan. Het is gewoon maatwerk. De gemeente Rotterdam bezuinigt meer dan 500 miljoen. Wordt opzomeren daar niet de dupe van? Ik denk dat er eigenlijk wel voldoende bezuinigd is en het is gewoon onafhankelijk van het economisch klimaat is het belangrijk dat buren op een goede manier met elkaar blijven omgaan. En ik hoop dat Rotterdam als stad daarin wil blijven investeren.